In dit filmpje laat ik jullie zien hoe je een iDevice kunt jailbreken op iOS 5.0.1. Dit betreft alleen de iPad, iPod en iPhone. Dit geldt niet voor de iPad 2 en voor de iPhone 4S, want daar is namelijk een andere jailbreak voor. Wat je doet, je gaat naar de website. Ik zal de link bij de omschrijving toevoegen. Dat is deze link. Je gaat naar onderen, je downloadt RedSnow. In dit geval kies je of je een Apple hebt of een Windows computer. In dit geval heb ik een Mac, dus ik klik op deze. En uiteindelijk download die RedSnow. Dit is de RedSnow applicatie. Wat je daarmee doet, je opent hem en geeft aan wat je wil. Ik wil hem jailbreken. Wat je nu doet, is je iPod, iPad of iPhone aansluiten met de kabel, met de oplaadkabel als het ware, in je USB-poort van je computer. En je doet je iDevice uit. Vervolgens druk je op Next. En het zijn drie stappen die je moet ondernemen. Je houdt eerst je aan- en uitknop 3 seconden lang ingedrukt. Vervolgens, zonder los te laten van de aan- en uitknop, hou je Home-knop 10 seconden lang ingedrukt. En vervolgens, zonder het loslaten van je Home-knop, laat je je aan- en uitknop laat je los. En na 15 seconden gaat het allemaal gebeuren. Je drukt op Next, zal ik het nogmaals laten zien. De Power button hou je voor 2 seconden lang ingedrukt. Daarna, zonder los te laten, doe je de Home button hou je ingedrukt. Dus gezamenlijk met de Power button. Vervolgens laat je de Power button laat je nu los. En je houdt de Home button ingedrukt voor nog 10 seconden, 15 seconden. En uiteindelijk zal de jailbreak gaan plaatsvinden. Nou, dat is een heel kort filmpje, maar zo simpel is het om een iDevice te jailbreken.